Hallo, dames en heren. Ik heb een rateltje voor jullie. Er zitten drie mannen op een brommer. Wie zit in het midden? Hoe heet die persoon die in het midden zit? En waarom? Nu gaan velen van jullie waarschijnlijk antwoord geven dat die persoon de middelste is. Ah ja, want ik vroeg hoe die persoon heet die in het midden zit. En ik vroeg wie zit in het midden. Nu gaat jullie antwoord waarschijnlijk zijn dat die persoon wie heet. Dat is normaal, omdat ik zei dat wie in het midden zit. En wie kan op de dag van vandaag in dit tijdperk een naam zijn? Maar ik moet jullie teleurstellen, dames en heren. Want de persoon in het midden heet Rob. Waarom heet hij Rob? Wel, dames en heren, ik zal het jullie zeggen. Er zit iemand voor Rob en iemand achter Rob. Maar in dit geval is het voor Rob en achter Rob met een P, niet met een B. En we kunnen nog verder gaan, dames en heren. Want als ze met de auto gaan, wie zit dan aan het stuur? En wie zit op de achterbank? En als het verkeer druk is en er nog auto's doorrijden, waarom heet die bestuurder dan zo? Velen van jullie gaan zeggen dat de persoon die aan het stuur zit, wie heet? Want ja, ik vroeg, wie zit aan het stuur? Maar velen van jullie gaan ook zeggen dat de bestuurder Rob heet en niet wie. Ah ja, want de bestuurders die voorrijden, die rijden voor Rob. In dit geval met een P en niet met een B. En de persoon die op de achterbank zit, die zit achter Rob. In dit geval met een P, niet met een B. En in dit geval heb ik nog een vraagje voor jullie. Wie tankt de auto vol? Nu gaat jullie antwoord waarschijnlijk wie zijn. Omdat ik vroeg wie de auto vol tankt. Maar de persoon die de auto vol tankt heet Rob. Omdat Rob de bestuurder is. Maar wat als die bestuurder samen met de persoon die op de achterbank zit een taxi neemt? En dan bedoel ik hier heel even een taxi zonder bestuurder even vriendelijk leent. Wie is dan de bestuurder van de taxi? Nu gaat iedereen waarschijnlijk antwoorden dat wie de bestuurder van de taxi is. Maar dat is niet zo, dames en heren. Want de bestuurder heet nog steeds Rob met een P en niet met een B. Want als het verkeer druk is, dan rijden er auto's voor Rob met een P, niet met een B. En dan zit er een persoon op de achterbank, achter Rob, met een P, niet met een B. Dit was mijn stand-up comedy act, dames en heren. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben.